Hi Weegschaal, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, voor jullie reacties en natuurlijk de abonnementen. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button, het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Het weer is lekker, het is niet meer zo bizar heet. Dus je kunt van alles doen weer, dus dat is leuk. En misschien ben je je wel voorbereiden op je komende vakantie. Het is natuurlijk vakantietijd die eraan zit te komen. En we gaan eens even kijken voor weegschaal wat er allemaal voor energieën in juli gaan plaatsvinden. Mocht je, dit is een algemene reading wat ik altijd zeg. Mocht je een reading willen die wat persoonlijker is met een persoonlijke horoscoop, dan kun je altijd even contact opnemen met Lartistic met een C 6924@gmail.com. Yes, we gaan beginnen met weegschaal. Wat is belangrijk universum op dit moment voor sterrenbeeld weegschaal? Wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld weegschaal? Wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld weegschaal? Zevende teken van de dierenriem. En jullie is sowieso heel belangrijk. Want er is iets met een maansknoop van ram in weegschaal. Ik heb zelf ook de maansknoop in ram. Mijn Achillespees zit dus in weegschaal. Oh, moet daar eventjes over nadenken na de video natuurlijk. En ja, we gaan naar de North Node in Ram. En dat is ook mijn North Node. Dus er is iets met die knopen. In ieder geval in jullie. Dus heeft ook met jullie te maken. De koning van zaden, dat ben jij zelf, weegschaal. Of het is een andere weegschaal. Een waterman of een tweeling waar je mee te maken hebt. De koning van zwaarden zetelt op zijn troon van rechtvaardigheid en communiceert heel helder wat hij wel wil en wat hij niet wil. De koning van zwaarden hanteert het zwaard van de waarheid en hakt knopen door omdat het in zijn grootste goed is. En kan daarbij een beetje bot zijn, een beetje hard zijn. Misschien ben jij dit, misschien heb je met zo iemand te maken. En de sterweegschaal, kaart van Waterman. Dus het kan zijn dat je met een waterman te maken hebt, want het is ook een luchtteken net als jij. Maar dit betekent vooral healing. Healing. Communicatie en healing. Beslissingen en healing. Maar ook succes. Internet. Ja, fantastisch. We gaan eens even kijken. En de koningin van pentakels. Wauw, wauw, wauw. De koningin van pentakels, aarde, energie, maagd, steenbok en stier. Dit betekent dat je heel erg bezig bent met je financiën. Mooie dingen ook, hè? Bijvoorbeeld een huis, een auto, een inrichting, mooie kleren en dergelijke. Misschien ben je wel aan het healen in verband met geld en materie in deze maand. Een healing energie over communicatie ook met jezelf. Van ja, hoe bereik ik nou dat succes? Zodat ik ja, me kan onderdompelen in wilde, in mooie dingen. En misschien ben je helemaal niet materialistisch. Want dit is ook maagd, steenbok, stier energie. Dus wel de puntjes op de i zetten wat betreft financiën. Dit is ook iemand die heel gegrond is met financiën, met twee benen op de grond staat, weet wat ze waard is en heel goed kijkt waar besteed ik mijn geld, hoe besteed ik mijn geld. Dus misschien heeft het te maken met een financiële kwestie. Koningin van Staven, twee koninginnen, eentje de koningin van Pentakels en de koningin van Staven is een go-getter energie. De koningin van Staven is iemand die levenslustig is. Het feest begint niet voordat zij aanwezig is. Is ook niet vies van de esoterische wereld, want ze heeft een zwarte kat. De koningin van Staven is ook weer vuurenergie, passie. Met waar ligt mijn passie? Wat wil ik gaan doen? Wat wil ik voor elkaar krijgen? Het oordeel omgekeerd. Geen tweede of derde kansen. En even kijken, de schildknaap van pentakels. En om
onder op het dek hebben we de 9 van pentakels omgekeerd. Misschien had iemand graag een tweede of derde kans met jou gewild. Maar dat is er nog niet van gekomen of zo. Ja, dit is eigenlijk, de doden staan op uit het graf, transformatie. En het oordeel wil eigenlijk zeggen, iets wat je dacht wat voorbij was, begint weer opnieuw. Maar er is iets waarin dat nog niet is gebeurd. En dat heeft te maken met de 9 van pentakels omgekeerd. Het kan zijn, weegschaal, dat jij wat te praktisch bent in het bereiken van je doelen. Bijvoorbeeld, je bent lekker aan het go-getteren, hè? Van nou, hè? En je hebt ook de skills, de talenten van de communicatie. Je hebt ook de ster, het succes wat aan je broek hangt. Het kan zijn dat je op een of andere manier een soort van te praktisch bent. Dus dat je heel erg bezig bent met die puntjes op de i te zetten met die financiën. Terwijl het volgens mij niet nodig is. Volgens mij, misschien heeft dat te maken met je jeugd toen je jong was. Dat je de puntjes op de i moest zetten. Of dat er in het gezin iets heerste van, ja, je moet wel eerst je geld verdienen. En dan kun je pas iets leuks doen of zoiets. En dit heeft te maken met, je bent nu die koningin van munten. Je bent niet meer dat kind. En het heeft een beetje te maken van, ja, als ik maar kan ik dat wel doen. Want dat praktische wat heel erg om de hoek komt kijken. En eigenlijk komt daar een bevrijding. Er komt een bevrijding van dat hele praktische element in jou. Omdat je namelijk jezelf gaat bevrijden van de miser-energie. Van ik moet wel genoeg geld, of heb ik wel genoeg geld, of kan ik wel die stap maken? Kan ik wel zelfstandig zijn? Kan ik wel dit, kan ik wel dat? Volgens mij kun je dat zeker weegschalen, want je hebt de koningin van pentakels. En ook het succes aan je broek hangen, plus die go-getters. Het enige wat ik niet zie is de Queen of Cups. De Queen of King of Swords. En dan de koningin van staven, koningin van pentakels. Het enige wat jou zou kunnen tegenhouden op dit moment is dan inderdaad die praktische kant. Van red ik het wel, kan ik het wel, maar volgens mij gaat dat gewoon wel gebeuren. Er komt ook een aanbod, heb ik het idee. Of een passioneel voorstel van iemand. En deze persoon wil naar rustiger vaarwater met jou. Misschien zijn er wat troubles geweest, is er wat oneenigheid geweest. Maar deze persoon wil naar rustiger vaarwater met jou en wil het verleden, de teleurstellingen achter zich laten. Dus ik heb het idee dat de maand juli een hele belangrijke healing maand wordt. Niet zozeer ook met iemand anders die misschien wel een tweede kans wil. Maar zeer zeker met jezelf van, ja, ik moet altijd die praktische kant heel erg voorop stellen. Terwijl je hebt al die star qualities, die podium qualities zal ik maar zeggen, om gewoon te gaan voor het maximale aan stabiliteit. Koningin van Pentakels betekent je bent er al. Je hoeft niet zo te letten op die centen of dat meer. Ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen ook, maar wees wat minder praktisch en wat uitbundiger, want je bent er al, weegschaal. En ik heb het idee dat dat ervoor zorgt, als jij die stappen gaat zetten, dat er iemand anders waar je ooit mee misschien gebrouilleerd bent geweest, of iemand waar je wat choppy waters mee had, dat die uiteindelijk weer bij jou terug gaat komen. Misschien niet om samen tot leven te gaan of zo, maar wel iemand die ook jou een tweede kans wil geven. Want tenslotte, de weegschaal is natuurlijk wel het teken van harmonie en alles in balans brengen. En dat zie ik jullie in de maand juli, naast het succes wat ik zie, zeker gaan doen.
Nou, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, weegschaal. Dus wees wat minder praktisch, is eigenlijk de grote les voor jullie. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei.